De SP vindt dat de huurprijzen in de vrije sector voor velen onbetaalbaar worden. Daarom pleit de SP voor het reguleren van deze prijzen. De regulering zou moeten beginnen bij huurwoningen met een huurprijs tot 1000 euro. Volgens de SP vallen veel huurders die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en geen woning kunnen kopen, nu tussen wal en schip. De SP die komt veel jongeren en starters tegen die geen sociale huurwoning kunnen krijgen omdat hun inkomen net iets te hoog is. Maar die ook niet een voldoende vast of hoog inkomen hebben om een koopwoning te kopen. En die zijn dan overgeleverd aan de grillen van de vrije huursector. En dan zie je dat de huurprijzen ver boven de 1000 euro stijgen. De SP stelt voor om de noodstop in Groningen zo snel mogelijk in te voeren. In de Tweede Kamer is er een voorstel aangenomen van D66 en het CDA. Die zeggen dat er een noodstop moet komen op de stijging van de vrije huursector. En dan hebben zij het vooral over huurwoningen onder de 1000 euro, dat die niet verder stijgen dan 1000 euro. En nou hoor ik heel veel politieke partijen praten over middenhuur. Ik vind prijzen van boven de 1000 euro gewoon mega dure huur. De SP stelt voor om inderdaad die noodstop in Groningen zo snel mogelijk in te voeren als mogelijk. En ervoor te zorgen dat de huren niet verder stijgen dan boven de 1000 euro. Volgens Dijk moet de wethouder nu echt druk gaan uitoefenen op Den Haag. De Tweede Kamer heeft het voorstel aangenomen dat er een noodstop kan worden ingevoerd bij steden waarbij die huurprijzen echt heel snel stijgen. We hebben gezien dat afgelopen jaar de huurprijzen in Groningen met 16% zijn gestegen. Dat is een van de hoogste percentages van het hele land. Dus zodra het mogelijk is om die noodstop in te voeren, vinden wij dat de gemeente Groningen dat moet gaan doen. En in de tussentijd moet de wethouder echt druk gaan uitoefenen op Den Haag om die noodstop zo snel mogelijk te maken. De SP heeft de wethouder gevraagd om het voorstel te steunen en verwacht binnen enkele weken een reactie.